Onze volgende artiest is Max van Antwerpen. En het is een poëet dat lid is van de band De Nachtman. Een applaus voor Max alsjeblieft. Ik ben Max uit het verre Antwerpen. En ik ben 2 jaar geleden met 2 goede vrienden naar Palestina getrokken. Ik kan niet anders dan het schrijven. Dus hier voor jullie. Vrede. Vrede. Nu. Nu, die vrede. Die vrede waarvoor zo wordt gebeden. Steden waar gevochten wordt alleen om het verleden. In het heden wordt gestreden om eeuwenoude vetes en gewapend tot de tanden komen troepen aangereden. Ze zijn er om de rust te garanderen. Om het tijd te doen keren, maar ze leren niet bij. Goed geklede heren, die blijven speculeren op de levens van zoveel. Ze blijven concurreren om hun schatjes te verdelen. En de onmacht die mij vloert, die mij verdooft, die mij roert en mij berooft van de kracht om te doen. Om te ijveren voor vrijheid zonder oorlog in mijn hoofd. Te strijden voor gelijkheid zonder wapens in de hand of raketten onder het zand. Uit de hand gelopen brandhaarden van angst, boos, bang, gevoed door propaganda, bevangen door bewondering, berekend door belang, gevangen door geweld dat genesteld is en pang. Vrede of ik schiet. Vrede of ik schiet. Vrede is niet wat vrede hoort te zijn. Zoveel nodeloos verdriet. Nee, geef mij nu de vrede. Want de bom valt hier en de bom valt daar. Het is een ver gevaar voor ons. Maar hoe speelt je dat klaar? Langs de ene kant belooft je trouw en voorspoed aan uw mensen, aan uw andere hand hangt het bloed van uw grenzeloze fantasie, dromeloze coma, genocide, hele generaties gehalveerd en weer niks geleerd. Het enige dat resteert is de zwart-witte sjaal van één man. Het is een symbool voor de strijd van muis tegen tijger. Kijk, bepanserde krijger, voor u is tijd om te zwijgen. Want uw kogels die treffen niet enkel betaalde soldaten, maar ook kinderen die juist op verkeerde plekken zaten verstopt. 1, 2, 3, de dood.